We zijn hier bij de locatie Lol. Daar heb ik op 29 juli van twee kasten een TBA gedaan. Van meer kasten, maar van twee kasten heb ik die voor jullie gevolgd. Dat is deze kast en dat is de gele kast. En de middelste kast is de broedaflegger. Die kasten die volg ik sinds 29 juli wekelijks of twee wekelijks. Om jullie te laten zien hoe de ontwikkeling van die volken zijn. Zowel van de hoofdvolken die dus volledig op kunstraad zijn gezet, deze en die laatste, als van de broedaflegger. De broedaflegger maak ik normaal nieuwe volken van of die bijen gebruik ik om weer terug te geven aan de hoofdvolken. Deze keer heb ik dat niet gedaan en daar heb ik het volk zelf een koningin laten aanmaken. Op verzoek van een van de kijkers die vroeg of dat kon, ook zo laat in het jaar nog, hè, want dat was al 29 juli. Dat we gestart zijn. Nou, pas 14 dagen later hebben we daar dan een koninginnetje. En nog weer een week of iets langer later beginnen die te leggen. Dus dan zitten we al ver in augustus. En de vraag was dus of dat kon. En nou, het kan. Dat heb ik de afgelopen week ook al laten zien. Ook deze keer laat ik dat nog een keer zien. Dat zal een van de laatste keren zijn, want dan gaan we echt naar de winter. En maken we de volken niet meer open. Van dit volk was bijzonder dat die heel goed op gang kwamen. Nadat eigenlijk de eerste broedgang uit was gelopen, is deze koningin heel erg teruggegaan in het leggen van eitjes. Soms weten we niet helemaal zeker of dat door de koningin komt of door het volk, maar in ieder geval was dat de feitelijke situatie. Ik heb dat twee weken aangezien, dat werd eigenlijk niet beter. En toen heb ik twee weken geleden hier een nieuwe koningin ingeplaatst. Dat was een oude, overjarige koningin. Eigenlijk kun je hier dan beter een jonge koningin in doen, omdat jonge koninginnen juist op het eind van het jaar vaak nog heel erg gas willen geven. Maar die had ik hier niet te plekken. Te plekken had ik hier een mini plusje staan met een tweejarige koningin. Die heb ik hier ingedaan om in ieder geval te kijken, wordt er dan toch weer meer broed aangezet. Nou, dat gaan we vandaag bekijken en we doen gewoon een algemene controle van deze kasten. En dan krijgen ze ook hun laatste voeding voor de winter. En dan gaan de kasten dicht en dan zien we ze in het voorjaar weer. Kijk gerust mee. Zo van de bovenkant gezien is een mooie bezetting met bijen, maar dat kan ook wat vertekend zijn. Dus als je echt wil weten hoeveel bijen erin zitten, dan moet je gewoon echt de raampjes even liften. Vaak zitten bijen wat meer aan de bovenkant. Ik doe ook elke keer een schatting van de hoeveelheid bijen. Er zitten hier aan de rand weinig bijen. Er zitten er een paar hier op het sluitblokje. Maar dat mag geen naam hebben. Het eerste raam is een geel raam. Het is een nieuw kunstraad die ik ze gegeven heb op het eind van het jaar. Er zitten een paar bijtjes op, geen voer. Dit is eigenlijk het laatste raam. Hè? 2, 4, 6, 8. Ik begin dan eigenlijk met het sluitblok op de plek zitten waar straks het volk terechtkomt. Dan schuif ik gelijk de ramen er tegenaan, hoef ik ze er niet meer uit te tillen. Het tweede raam is goed zwaar. Ik verwacht een kilo of twee met bijen. En ik heb die koningin de vorige keer gewoon in laten lopen. Hier zit een klein beetje voer in, maar niet veel. Hier zit weer iets meer voer in en hier zien we broeds. Dit is wat wij hoopten. Dat die nieuwe koningin nog een mooi broednestje zou aanleggen. En aan deze kant zien we ook broeds. Maar we hebben hier een broednestje. Ongeveer in totaal 3 eenheden. Van broeds. En ook hier, daar zien we de koningin. Die koningin die hebben we zo uit een andere kast gehaald. Die hebben we hier op het raam gezet. En je ziet, die wordt gewoon geaccepteerd. Die wordt niet afgestoken. Ook hier hebben we broeds. Het broednest wordt ook hier niet veel verder vergroot. En aan deze kant zien we ook weer wat broeds. En wat larfjes. Hier zien we larfjes en is open broed.
2, 3 eenheden in totaal. En goed wat gewicht aan het raam. Dus dat gaat de goede kant op qua wintervoer. Dat is weer een heel zwaar raam. Hier glimt het allemaal en hier is het gesloten voer. Hier zien we een klein beetje stuifmeel en een klein beetje broed. Hier alleen maar voer en bijen. Voer en bijen. Nou, dat is goed zwaar, die zegt wel 3 kilo. Dus eigenlijk heb ik al voer genoeg gezien. Dit volk hoeven we eigenlijk niet meer te voeren. En hier een half raampje voer en bijen. En aan de buitenkant zit verder niks meer. Zie je, dus nu kom ik aan de achterkant van mijn kast terecht. En nu ben ik klaar. Ik hoef die ramen niet meer allemaal terug te hangen of terug te schuiven of aan elkaar te drukken. Ik kijk de ramen door en ik ben klaar. Dus zelfs als ik alle ramen doorkijk, kun je met relatief weinig tijd door zo'n volk heen. Je ziet ook dat er geen bovenbouw is. Die ramen worden allemaal mooi schoongehouden. Dus het werkt uitstekend, simpel, snel. Kijk, op deze box staat dus eigenlijk een kast te veel nu, waardoor ik eigenlijk niet goed kan werken. Normaal leg ik de spullen hiernaast. Maar dit is de broedaflegger, die heb ik er nu naast gebouwd. Dus ja, dan heb ik iets meer plek nodig. Nou, we zien hier gelijk een mooie bezetting met bijen. Is eigenlijk zoals we ze allemaal graag de winter in willen zien gaan. En dit volk heeft dus eind juli een TBA gehad, waarbij we al het broed hebben weggenomen. Je zou denken, dat verzwakt het volk enorm. Maar omdat we met dat broed ook alle ziektekiemen weghalen en dat volk stimuleren om een heel nieuw broednest aan te leggen, gaan we eigenlijk heel gezond de winter in. Dus het omgekeerde is eigenlijk waar. Nou, is half juli niet ideaal. Dat is niet wat ik zeg. Ik laat vaak dingen zien die niet ideaal zijn. Ik laat alleen zien wat ik doe en wat het effect is. Ik zeg niet dat dat dan direct de beste methode is. Als je mijn instructievideo's over de TBA bekijkt, dan zie je dat ik eigenlijk zeg begin juli of half mei. Dat zijn veel betere momenten om een TBA te doen dan nog eind juli. Dat is al wel vrij laat in het jaar. Maar ik zeg niet dat het niet kan. Dat laten we hier zien. Ik rook nu voornamelijk om de bijen van de deksel, wat in dit geval de voerbak is, een beetje naar beneden te laten gaan. Want die zet ik weg en ik wil niet dat daar heel veel bijen aflopen of in het gras terechtkomen of wat dan ook. Dan gaan de bijen goed naar beneden. Nou, hier hebben we eigenlijk hetzelfde plaatje. Hè? Dus de bijen zitten in het midden met 2, 4, 6, 8 ramen. Laat maar eens kijken hoe het ervoor staat. Nou, als je hier inkijkt vanaf deze kant, dan zie je dat hier al best wel heel veel bijen zitten. Ik zal deze even weghalen. Dan kun je het goed zien misschien. Dan zie je ook dat het sluitblok goed bezet is met bijen, maar dat ook hier aan de rand ontzettend veel bijen zitten. Tegen die zijwand aan. Dat heeft twee redenen. Eén is, het is een geïsoleerde kast. Het is daar werk. De klimatologische omstandigheden zijn daar goed voor de bijen om te zitten. En het tweede is, die bijen hebben niks te doen. Dus dat betekent dat er zo'n overschot aan bijen is in deze kast, dat die bijen daar een soort hangplekje hebben. Eerste raam, goed zwaar, kilo of 3,5 denk ik. Goed bezet met bijen, verzegeld voer. Ik zie veel jonge bijen, veel grijsjes zeg maar. Dus ja, er is hier een broednestje nog uitgelopen afgelopen periode. Dan heb ik eigenlijk een leeg raam. En dat is weer heel typisch. We hebben een donker raam, wat helemaal goed gevuld is. En daarachter zit een geel raam, wat ze niet vullen. Dit is bijna leeg. Bijen overwinteren veel liever op een donker raam dan op een geel raam. Dus dit donkere raam haal ik nu ook dadelijk naar voren. Die schuif ik even mee. En dat gele raam gaat naar achteren. Hier zit bijna geen voer in. Wel goed bezet met bijen. Ik zie daar wat open voer. Wat ze er aan het uithalen zijn. Hè. Bijen verwarmen dat voer en verplaatsen het dan. Weer een geel raam, dat zal wel weer zwaarder zijn, want dat zit dichter bij het broednest, precies.
Ja, dus hier slaan ze wel wat voer op, aan de achterkant nog wat meer. Dan hebben we hier een uitlopend broednestje. Ja, daar zie ik nog eitjes en larfjes. En aan de buitenkant, nee, aan de buitenkant niet meer. Dus hieronder niet meer. Hiertussen wordt het nog goed gevuld met eitjes en larfjes. Dus dit is eigenlijk het broednestje. 2 eenheden aan deze kant en 3 eenheden aan deze kant. Goed wat propolissen in de kast. Mijn vingers pikken al. En dit raam kan ik dus niet verplaatsen. Want dat is onderdeel van het broednest. Dus dat doe ik ook niet. Ah, plet ik een bijtje. Dat doe ik ook niet. Dus ik kan hem nu gewoon aanschuiven. Deze aanschuiven. Dus we hebben nu 1 geel raam naar buiten gehaald. Donkere raam naar binnen met gesloten voer. En dat zit dan tegen het broednest aan. Dan hebben we nog een raam met broed. Aan deze kant niet meer, alleen nog uitlopend. Hè. Dus we zien hier nog een klein beetje uitlopend broed, hier aan de buitenkant. Dus dit is de broedcirkel geweest. En die laatste broedcirkel is deze. En die binnenste, die wordt niet meer belegd. Ofwel, ik kijk niet goed. Ja, dit is nog volledig eitjes. Oké, dus dit hele raam is uitlopend broed. En dat uitlopende broed is weer belegd. Ik zie daar wat kleine larfjes, heel klein. En eitjes, dus... Dit is nog wel 4 eenheden broed. En de andere kant had ik al laten zien, denk ik. Dit is allemaal larfjes hier. Hier eitjes. Ook dit is nog weer helemaal belegd. Dus dit zijn zeker 1, 2, 3. Ik denk wel 8 eenheden bij elkaar. Dus dat is eigenlijk nog een flink broednest. Dat ik niet verwacht. En dan gaan we naar het volgende raam. Ook daar zien we nog weer larfjes en in het midden eitjes. Maar het is alleen maar dit stukje. En je ziet de rest wordt al gevuld met voer. En dat drukken ze dat broednest alweer kleiner. En je ziet eigenlijk dat alles wat donker was, dat is broednest geweest. En ook hier zien we het broednest kleiner worden. Die bijen die kunnen echt nog wel plek maken voor de koningin om te leggen. Maar dat doen ze niet meer. Dit volk is groot genoeg. Die gaat richting de winterstand. Hier zie ik ook geen eitjes meer aan de buitenkant. Dus alleen nog maar 1 eenheid met uitlopend broed hier. En hier 1,5 eenheid aan broed. Daar loopt de koningin. Ook weer uitlopend broed met eitjes. Ja, ook weer uitlopend broednest. 4 eenheden, misschien wel 5, met eitjes. En aan deze kant ook nog helemaal volgelegd met eitjes. Die geeft toch nog wel gas. Want het is toch een flink raam broed. Zomaar 6 eenheden. Aan die kant en aan deze kant. 1, 2, 3, 5 eenheden. Ja, en ook hier weer helemaal volgelegd met eitjes. Je ziet dat hier aan de buitenkant begint wat, wat voer te ontstaan. Maar dit stuk is nog helemaal voer en eitjes. Dus dat zijn 1, 2, nou zeker 3 eenheden. Misschien wel 4. En hier ook voer. Deze kant glimt allemaal, maar hier glimt het van de larven. Dus dit is 1, 2, 3 eenheden met broed. En je ziet dus ook veel minder voer in deze kas, want die broeden nog zo door. Dat hier nog veel voer verbruiken. Dus deze krijgt een goede slok voer dadelijk. Zeker een halve bak, een kilo of 5, 6. En dan hebben ze denk ik ook wel genoeg voor de winter. Hoewel ze nog wel het een en ander opmaken. Dus dit is wel een volk wat je dan in de gaten moet houden. Nou, mooi gesloten broed ook weer. Ik zie hier geen eitjes meer. Nee, ik zie hier geen eitjes meer. Dus dit is ook weer uitlopend broed. Dus 1,5 eenheid. En hier zie ik ook geen eitjes meer. Ook niet meer in het midden. Dus hier heb ik nog ook 1,5. Dus zeg maar 3 eenheden op dit raam. Veel bijen. Veel bijen. Gezond volk.
Ook op het kantraam. Nog zomaar 1, 2, 3 eenheden met bijen. 3 tot 4. En dan hier weer op de buitenkant ook weer helemaal bezet met jonge bijtjes. Als je er zo in kijkt, dan zie je heel veel grijsjes. Mooie grijze ruggetjes van jonge bijen met veel haar. Ja, zoals deze bij. Ik ga hem even pakken. Ah. Niet wegvliegen, want dat kun je niet. Je kunt nog niet vliegen. Je bent een jong bijtje. Ja, die kan er eigenlijk nog maar nauwelijks vliegen. Het is een jonge bij met veel haar. Die komt ook moeilijk terug in de kast. Dus als zo'n bij uit de kast valt, ja, dan moet je hem eigenlijk even terugzetten. Want die kent de weg gewoon nog niet. Die is nog nooit naar buiten geweest. Nou, dat ziet er prachtig uit. Wow, een heel sterk volk. Ja, dan laat ik ze even naar beneden gaan. Aan de buitenkant zitten hier geen bijen. Een beetje op het sluitblok. Dat vind ik altijd een goed teken als de bijen zeg maar niet alleen nog maar op de raten zitten. Dus in ieder geval een overschot aan bijen. Hangt natuurlijk ook af van hoeveel raad je in de kast hebt hangen. In dit geval denk ik 9, 2, 4, 6, 8 stuks. Oh, ik moet een beetje rook gebruiken. Zo. De buitenste raad. Nee, de buitenste raam was deze. Excuses. Mooi bezet met bijen, tot zover gesloten voer, daaronder open voer en een beetje stuifmeel. Het ziet er prima uit. Bezetting met bijen is goed. Je ziet dat eigenlijk 8 ramen in deze kast ook maximaal is als je 2 sluitblokken wil gebruiken. Dan heb je nog werkruimte. En waar ik dan naar kijk in zo'n geval is... Nou, heel veel dingen, maar een van de dingen is nou hoe de indruk die de bijen maken. Zie ik zieke bijen, zie ik kleine bijtjes? Wat zijn ze aan het doen? In dit geval zijn ze allemaal met voer bezig. Winter klaarmaken van het voer en het verplaatsen van het voer naar de plek waar ze het hebben willen. Rondom het broednest, hè, de koningin die... Duidelijk een F2 volk, hè. Je ziet duidelijk meer onrust. Deze hebben zelf een koningin nagetrokken, na een F1. Van een F1, dus ja. Je kunt hier nauwelijks nog spreken van een tiltlijn. Maar het is te doen. Gewoon iets meer rook gebruiken. Nou, hier zien we de koningin lopen. Kijk ook gelijk even of we hier broed zien. Dus dit is weer een broedraam dat uitlopend is. Dit stuk is net uitgelopen en loopt net uit. Je ziet hier de cellen verdwijnen. He, dat loopt helemaal tot hier door. Zoals je ziet, dan hebben we hier allemaal larfjes en eitjes en dat loopt ongeveer tot hier. Dus een 4 eenheden broed. Aan de andere kant hetzelfde laken en pak. Dus dat loopt hier, loopt het door tot met eitjes, ongeveer tot hier. En dit is weer uitlopend broed. Geen voer, een heel licht raam. Dus dat is opvallend. Ik heb nog geen prikjes gehad, maar dat duurt niet meer lang als ik nu niet ga roken. Nou, het volgende raam. Ook hier zien we nog een groot broednest. Gesloten broed, open broed. En hier idem dito. Ja, ook dit raam is nog volledig belegd, dus echt een heel groot broednest. Ook weer helemaal leeg, helemaal geen voer. Dit duurt natuurlijk, omdat ik aan het filmen ben en het jullie goed wil laten zien en tellen, veel langer dan dat ik normaal zou werken. Dan zou ik al lang klaar zijn. Dit raam is weer wat zwaarder.
Ook hier hebben we weer een gesloten broednest en niet meer belegd. De andere kant ook niet meer belegd. Dus dit is een uitlopend broedraam met nog hier één eenheid gesloten broed en hier nou, niet noemenswaardig meer broed. Dus de broednest krimpt zeker wel in. Je hoort ze ook een beetje bruisen. En hier hebben we alleen nog maar voer. Voor de bijen even. Dan kunnen we de bijen ook tellen. Wat doet u ook? Laat ons toch met rust. Ja, sorry. Mooi vol voerraam. Aan de andere kant ook. Veel bijen, veel voer. Prima. En dan het laatste raam, een geel raam, maar wel redelijk gevuld, een kilootje. Veel bijen. Aan allebei de kanten. Deze kant iets minder, maar deze kant echt veel bijen. Je ziet dat de bijen ook wat onrustig op de raad zitten. Echt wat minder makkelijk om mee te werken. Maar het is te hangen ook nog een beetje onderdoor. Ja, prima. En klaar.